van die mensen die leuk doen met het spirituele er ook aan bij proberen te deelnemen of zo met de berichten die ze delen op Facebook tegelijkertijd gewoon ja, dus weer met informatie bezig gaan of dingen willen gaan inkleuren waar ik bezig ben in video's je hoeft alleen maar mijn video's te kijken en daarna naar uh, de copycats en hun die de informatie gebruiken. Om dan gewoon te zien hoe ze een spirituele ontwaking. Iemand die wel echt naar binnen kan keren. De trauma's weet te vinden, weet op te lossen. Ziet wat daar allemaal onder verborgen ligt. Wel echt het de derde oog open aan het gaan is. Intuïtie aan het gebruiken. Willen mensen, gaan mensen met posters komen. Waarbij ze echt. Mensen hun spirituele ontwakingen willen gaan neerzetten alsof uh, iemand ziek is. Die Inge, die is echt net zo duister als dat mijn moeder is. Oh, als mijn moeder. Ik kan het niet eens meer uh, zo uitspreken eigenlijk. Ik vind het al steeds gekker worden om zo te zeggen ook. Maar vind balans tussen emotie, intelligentie, vaak vervuild door aangeleerde gedragspatronen, en hart, intuïtie. Zelfbeheersing is kracht. Kalmte. Is desmeesters. Je moet naar een punt komen waar je gevoel niet verandert vanwege acties van iemand anders. Sta niet toe dat anderen de richting van jouw leven bepalen. Zorg ervoor dat je emoties niet je intelligentie gaan overheersen. Nee, inderdaad, bij intelligentie blijven. Dingen kunnen herkennen, zien waar mensen dondersgoed ook wel de chats naar voren kunnen halen. Zien welke brainfacts ze uitgeoefend hebben. Zien waar mensen aan het stelen zijn, aan, het, aan, aan, je, aan je informatie, aan je cash records. De dingen die ik uitspreek in video's, naar voren willen brengen. Ik, die de, de trauma's, de lasten, als slachtoffer, allemaal daar. Dus die dingen, ja, yeah, whatever, moet overheersen, bij mezelf moet blijven. Niet verdrinken in emoties, gevoelens en gedachten waar andere mensen je heen willen brengen, omdat ze bezig zijn met gaslighting en fucking brainfuck. En andere mensen die daar niet mee bezig zijn, maar dan wel zulke berichten gaan delen alsof ze ook op dat pad bezig zijn. Iedereen hebben ondertussen gezien hoe vervuild, hoe van links naar rechts, om daar dan heel bericht te komen met posttraumatische symptomen, vallen in grote lijnen onder drie categorieën: overprikkeling. Het trauma, dat ervaring. En dan komt er een heel ding met een. En een tweede symptoom heeft te maken met dat trauma, en al het onbewust op de achtergrond aanwezig blijft. Met een derde. En dan. Uh... Om het leven enigszins onder controle te krijgen, maken traumaslachtoffers die vastzitten in machteloosheid zichzelf en hun leven kleiner. Dat uitzicht, bijvoorbeeld, ook in het niet maken van plannen en het verlies van vermogen om een droom te hebben voor de toekomst. De derde groep symptomen kan zich ook manifesteren als leven in een fantasiewereld. En ook in wat bekender staat als spirituele bijpas. Met andere woorden, dissociatie van de wereld van de feiten. Het is alleen dat ik alle feiten benoem. in de spirituele ontwaking, door de voeten op de grond te houden en gewoon te benoemen wat de zintuigen aan het waarnemen zijn. Zonder te verdrinken in alle poppenkast, alle spelletjes die mensen aan het spelen zijn. Zogenaamd niet doorhebben wat er speelt. Ook uh, vinden, na een tijdje ook uh, er last van ondervonden van iemand. Ondertussen, het voor iedereen het nog duidelijk is dat ze allemaal bij elkaar horen. Dus dat ze anderhalf jaar spelletjes aan het spelen zijn. Dit is gewoon echt het spirituele ontwaken van iemand... Waarbij iemand zijn waarheid aan het spreken is. Andere mensen dat niet willen horen. Gaan neerzetten alsof iemand uh, psychisch is. Maar dit is iemand die allemaal gasten heeft uitgenodigd over het 5D, over Atlantis. Over het spirituele. Daar heel erg zat dat ze het allemaal mee eens was. Maar er gebeurt niks bij dan. Ze zitten alleen maar leuk mee te praten. Ze hebben zogenaamd ook alles meegemaakt. Het pakt niet uit welke gast langs kwam. Alles meegemaakt. Maar iemand die stabiel feiten uh, wakker aan het worden is, de waarheid en de juiste vragen aan het stellen is, dat wordt door iemand die alles aan het kopiëren is, zelf nergens doorheen gaat, zogenaamd alles hebt meegemaakt, die gewoon het spirituele ontwaken gaat wegzetten uh, alsof iemand in de waarheid, door de, de trauma's die hij heeft opgelopen, hele uh, fantasiewerelden aan het bouwen is. Terwijl ik mijn fantasiewereld, die witte arena, wat gewoon plaatsvindt onder meditaties, waar ik kom vanuit dromen, helemaal niks te maken heb met wat ik hier doe in mijn woonkamer zitten, buiten aan het lopen ben, of ik een supermarkt, een winkel of ergens op visite kom. Hoogstens zal je een armbandje om een ding heen zien die je waarschijnlijk niet eens gaat zien, want ik ben niet met toeters en met bellen. En als je met me aan het praten bent en je wilt discussies opzoeken, zal je inderdaad zien dat ik spiritueel gelovig ben. En al ga je dieper naar me luisteren, ben ik je allemaal dingen aan het leren. Hoe je je zintuigen verscherpt, je bewustzijn aan het verruimen bent door je aandacht ergens anders op te richten. Laat ik nou door mijn ervaringen, wat er allemaal om mij heen gebeurt, een beetje weten welke kant je moet opkijken. Waar je je aandacht op moet zetten om je bewustzijn te kunnen verruimen. En hoe meer jij je bewustzijn verruimt, zijn er steeds minder en minder leugens. Zullen mensen het om je heen die leugens verspreiden het steeds lastiger krijgen. Totdat het bij hun snapt. En dan gaan ze doen alsof jij door trauma's in een fantasiewereld hangt. Terwijl ik ben gewoon mezelf. Ik heb alleen uh, in de meditaties, daar waar iedereen wil komen... en ik heb uit mijn dromen dat wat iedereen wil bereiken... daar ligt mijn fantasiewereld, een hele witte arena. Die is niet hier of zo, hè? Maar alles wat ik daar al heb, wat ik hier al benoem... en dat ook gewoon spiritueel inkleur door alle leugens die hier zijn... het een stuk lastiger is om het ook 3D in deze wereld vorm te laten geven... Maar het de waarheid is, want iedereen is aan het water spattelen. iedereen is uh, de teamworks weer aan het opzoeken. Dit is echt wat ik bedoel, hekserijen en uh, het dan niet mij kopiëren, maar wel de informatie gebruiken. Tegelijkertijd gewoon het spirituele weer aan het verneuken is. Wel een heleboel mensen volgens mij de opstappen aan het volgen zijn ook al vanwege alle spirituele dingen. Maar dat is het. Het binnenlokken van mensen met spirituele dingen. En die laten verdwalen in, in al haar gekkigheid, al haar trauma's, al haar. Uh... Die wordt echt in de psychische inrichting. Omdat iemand die zo helemaal doorgedraaid is, de hele samenleving aan het opvolgen is. Tenminste, de mensen die er dan nou wel gaan volgen. Dat doet vanuit uh, mooi allemaal mensen gebruik die ze ook langs laat komen. En als die een goede boodschap hebben, dan weten ze het zelfs wel. Uh, nazi's, tanks en weet ik veel wat er doorheen te gooien. Want dat is toch hoe iedereen denkt. En hoe iedereen moet denken. Door al die mensen die in de chat. die het. we vinden dit ook. Ja, wij vinden dit ook. Niet in de ik-vorm kunnen praten, maar heel erg de boel aan het opstoken zijn. Als je door hem. Het 50 plus team. Die bruine vingerclub. Die er maar omheen hangt in chats. En je weet om wie die allemaal heen hangen. Laat ze gewoon het grotere geheel zien. De mensen. Je hebt mensen die zijn de boel aan het opfokken. En hun die wel echt spiritueel zijn. Een betere wereld. Iedereen naar een hogere frequentie. Die worden heel erg lastig gevallen. En laat het nou net de mensen zijn. Die de betere wereld willen. Het echt spiritueel. Het chosen one lichtwerker laat hun nou net degene zijn die het meest lastig gevallen worden van iedereen. En zelfs daar waar iedereen doet alsof ze 5D zijn in de gevoelens hangen. Niet het verschil kunnen zien tussen. Ik hoef me niet eens zo te voelen maar ik realiseer het. Maar het verschil kunnen zien tussen een slachtoffer en een dader. En als je dan een tijdje de boel in de gaten gaat Gaat zien dat het slachtoffer alleen is. En dat de dader echt teams en dan in één keer het besef krijgt van wow, zelfs de familie heeft ermee te maken. Zelfs de vrienden die bij hem binnenkwamen hebben ermee te maken. Weer kleur terug naar het internet wat je daar allemaal ziet van mensen die aan het kopiëren zijn. Gaan hangen in de informatie. Er is zoveel informatie. Waarom hangen op de informatie waar ik mee bezig ben? Echt heksen. Vampieren, energiezuigers. draken dingen.